hebben ontzag voor de atoombom, omdat we in één enkele ademloze stond de verschrikkelijke uitwerking van haar kracht hebben gezien. Doch hoeveel van ons hebben ontzag voor een glazen schaal die koloniën organismen bevat. En nochtans, deze schaal met ziekte voortbrengende organismen kan, indien men ze vrij laat groeien, heel wat meer levens uitgroeien dan een dozijn atoombommen. Een atoombom die neergeworpen wordt op een stad van 300.000 inwoners veroorzaakte een geweldige lokale verwoesting. Door een kolonie heftige ziekte voortbrengende kiemen op één enkel cultuurschaaltje kan een epidemie van dusdanige omvang voor gevolg hebben dat de hele wereld erdoor aangetast wordt en het aantal doden miljoenen bedraagt. Dit geschiedde tijdens de builenpestepidemie in de 13e eeuw, tijdens de pokkenplaag in de 16e eeuw, tijdens de griepepidemie in de 20e eeuw. Welke zijn de organismen waarvan de vernietigende werking letterlijk onberekenbaar is? Wij kennen hen onder de benaming bacteriën. Doch hoe vallen deze ons aan? En welke verdedigingsmiddelen staan ons, u en mij, ter beschikking tegen hen? Er zijn vele soorten bacteriën. Sommige zijn schadeloos en andere zijn de werkelijke oorzaken van bekende ziekten. Deze bijzondere staafvormige bacteriën of bacillen veroorzaken difteritis. Andere bacillen veroorzaken wondkramp, tuberculose en andere ziekten. Rondvormige bacteriën, zoals deze, worden coxen genoemd. Verschillende coxen veroorzaken steenpuisten, abscessen, keelziekten en hetgeen we gewoonlijk bloedvergiftiging noemen. Een ander soort bacteriën zijn de spiraalvormig gebogen bacteriën of spirocheten. De bijzondere type van spirocheet veroorzaakt syfilis. Bacillen, coxen, spirocheten. Grote namen voor kleine dingetjes. Doch ze zijn bewapend met meer potentiële verwoestingskracht dan een bloot bommenwerpers. Een kleinere naam voor een nog kleiner dingetje is het virus. Nee, we kunnen ons thans niet meer behelpen met de microscoop. Het virus is zo klein dat het gemakkelijk door de poriën van een porseleinen filter kan dringen. Het virus kan niet door een gewone microscoop gezien worden. Maar bestaat niettemin. We weten dat het bestaat omdat het zich laat kennen door zijn resultaten. Kinderverlamming, zekere soorten longontsteking, de gewone verkoudheid en andere ziekten. De virus en de bacteriën. Ze lijken hier eerder onschadelijk, doch slechts enkele zitten opgesloten. Al de anderen bevinden zich in volle vrijheid en verspreiden zich onder de mensen. Neem een doorsnee klaslokaal, open een zuiver cultuurschaaltje dat voedende zwam bevat, of om het even welke andere voedingsstof met bacteriën. Het spreekt vanzelf dat niemand moet niezen om de kiemen in de lucht te verspreiden. Doch dit is steeds een goed middel. Na enkele minuten maakt u het schaaltje opnieuw dicht en u plaatst het in een incubator, die dezelfde warmte bezit als deze welke de bacteriën in uw lichaam zouden kennen. Wacht 24 uur en kijk nu maar eens. Dat zijn de koloniën van miljoenen individuele bacteriën. En de bacteriën die niet in het schaaltje terechtkwamen, kunnen zich even vlug vermenigvuldigen in de mond, in de neus, in de keel, of ook om het even welke open schram of snede. Indien de bacteriën en de virussen zo talrijk en zo gevaarlijk zijn, waarom hebben ze dan hun eindeloze oorlogvoering tegen het mensdom nog niet gewonnen? Gelukkig zijn we in het bezit van tegengewichten. De eerste linie van de natuurlijke defensiestellingen van het lichaam tegen de bacteriën is de huid. De huid ligt als een panzerbekleding over het ganse lichaam. De bacteriën kunnen echter deze huidpanzerbekleding omzeilen door het lichaam binnen te dringen langs openingen als de mond en de neus. Doch hier ook zijn er beschermmiddelen. De slijmvliezen, die langs de wanden van de neus en keelholten aangebracht zijn, vangen de bacteriën op en leveren ze over aan de maag. Het gehele spijsverteringssysteem is bekleed met een slijmige stof die de bacteriën kan
immobiliseren. In de maag worden de meeste bacteriën dan door de maagsappen gedood. Wanneer de bacteriën het lichaam binnendringen door sneden of verwondingen in de huid, treedt een ander defensiemiddel van het lichaam in werking, het lymfatisch systeem. Dit bestaat uit een uitgebreid netwerk van vaten en kleine klieren, waardoor een vloeistof stroomt. Deze vloeistof heet lymfe. De lymfe brengt de invallende bacteriën naar de lymfeklieren, waar zij uitgefilterd en verwoest worden. Dit alles is de normale functie van een gezond lichaam. Indien echter uw gezondheid de wensen overlaat, verzwakt is, kunnen de bacteriën doorbreken en dan begint het besmettingsproces. Deze besmetting kan van buitenaf beginnen of ook van binnenuit, zoals bij de infectie van de longen bij tuberculose. De besmetting kan zich ook door het gehele lichaam uitstrekken, zoals in geval van roodvonk of mazelen. Zodra de besmetting begonnen is, moet het lichaam beroep doen op zijn eigen bloedsysteem om de invallers terug te slaan. In het bloed zijn bijzondere defensiecellen, de witte cellen of fagocyten. Deze witte bloedlichamen worden naar het gebied van de besmetting gebracht, waar ze zich verspreiden om de bacteriën op te vangen en te verwoesten. Dit kan geschieden in de bloedstroom of in het lichaamsweefsel. Om deze verdediging te bolwerken, tracht het lichaam de besmette plaatsen af te zonderen door middel van een vezelstof, die gevormd wordt door vloeistoffen afgescheiden door de nabijliggende haarbuisjes. Hierdoor wordt de vijand in een hoek gedreven en kunnen de witte bloedlichamen meer doeltreffend te werk gaan. Het lichaam heeft echter ook nog andere middelen om de besmetting tekeer te gaan. Dit kind is thans in een herstelperiode omdat zijn lichaam beschermende serums voortgebracht heeft die de bacteriën en virussen kunnen uitroeien. Zulke natuurlijke beschermende serums worden antistoffen genoemd. Deze kunnen bacteriën uitroeien door hen te dwingen zich op te stapelen. Andere antistoffen kunnen bacteriën vernietigen door ze op te lossen. Zo richt het lichaam zelf een harde strijd in tegen de ziekte. Doch niet tegenstaande deze natuurlijke lichamelijke beschermmiddelen, hebben we toch nog ziekten die indien ze de vorm van een epidemie aannemen, ons met een grotere ramp kunnen treffen dan de atoombom. Een normale goede gezondheid is geen waarborg. Ziekten kunnen zowel de atleet treffen als het kind of de bejaarde mensen. Doch de wetenschapsmensen hebben een sterk verdedigingsmiddel gevonden, dat ze afgekeken hebben van de ingewikkelde mechanismen van het lichaam zelf. Zoals we gezien hebben, kan het menselijk lichaam natuurlijke beschermende serums voortbrengen, de antistoffen. Deze antistoffen nochtans worden gewoonlijk slechts voortgebracht als gevolg van een werkelijke aanval van de ziekte zelf. Doch eenmaal gewond, kunnen ze in het bloed blijven en een immuniteit verzekeren tegen een nieuwe aanval van dezelfde ziekte. Dit wordt natuurlijke immunisatie genoemd. Het principe van de natuurlijke immunisatie ligt aan de basis van de kunstmatige immunisatie. Kunstmatige immunisatie werd in een zeer primitieve vorm sinds lang toegepast. Aanvankelijk werd het inenting genoemd en bestond in het invrijven in de huid van een gezond individu van giften. Deze giften kwamen voort van open wonden of zweren van besmette personen met de eerder wankele hoop dat een lichtgeval van de ziekte zou ontstaan, waardoor de zegen van de immuniteit op de inenting zou volgen. Thans werd de inenting vervangen door een meer wetenschappelijk procedé dat vaccinatie genoemd wordt. En in plaats van het leven van de patiënt in gevaar te brengen door een onbepaald aantal bacteriën of toxines in zijn lichaam te jagen, wordt een gecontroleerde hoeveelheid dode of verzwakte bacteriën of toxines in het lichaam gebracht die de naam vaccines kregen. Deze vaccines zullen een zacht geval van de ziekte veroorzaken dat volstaat om de vorming van antistoffen te stimuleren. Doch het is het lichaam zelf dat de antistoffen voortbrengt. Nadat de gecontroleerde hoeveelheid bacteriën of vaccines door middel van de vaccinatie in het lichaam werd gebracht. Een immuniteit van deze soort wordt actieve immuniteit genoemd. Actieve immuniteit is een bescherming tegen toekomstige aanvallen van een specifieke ziekte. Actieve immuniteit is evenwel niet van blijvende aard. De duur van haar effect varieert volgens de verschillende ziekten en personen. Daarom is het zeer belangrijk
accurate gegevens te bewaren van alle inspuitingen, zodat nieuwe of verhoogde inspuitingen tijdig kunnen bijkomen. Hernieuwde dosissen dienen niet enkel toegepast in de school of in de universiteit, doch gedurende ons gehele leven. Er zijn echter tijden dat ziekten zoals wondkrampen of difteritis zo plots uitbreken dat het lichaam geen tijd overblijft om antistoffen voor te brengen, nog natuurlijk, nog door kunstmatige middelen om de bacteriën tegen te werken die reeds in het organisme zijn opgestapeld. Wanneer zulk een crisis zich voordoet, wordt een ander soort vocht dat uit het bloed van een ander persoon of van een dier wordt bekomen en dat reeds de hoognodige antistoffen bevat, in het bloed van de patiënt gespoten. Deze klaargemaakte antistoffen leveren dan onmiddellijk strijd tegen de ziekte. Deze soort immuniteit, passieve immuniteit geheten, duurt relatief weinig. Doch deze korte periode stemt dikwijls overeen met de meest kritische ogenblikken van ons leven. De kunstmatige immunisatie staat dus te uw beschikking in de nooit eindigende strijd tegen de ziekte, samen met de talrijke nieuwe producten zoals sulfas, penicilline en streptomycine. Doch u dient eveneens te helpen door u goed te verzorgen. Eet volgens een evenwichtig dieet. Geniet van de nodige slaaprust. En vergeet niet dat verse lucht eveneens belangrijk is voor de gezondheid. En zelfs indien u in een goede gezondheid verkeert, maak dan nog gebruik van de kunstmatige immunisatie. Wees ook zeker dat u op accurate wijze de verschillende data bijhoudt van uw inspuitingen en dat u regelmatig opnieuw ingespoten wordt. Want het is alleen maar met uw medewerking dat de ziekte kan overwonnen worden. De strijd moet door u geleverd worden.